De NV Energiebedrijven Suriname EBS heeft gisteren in Ikeri een zonne-energiecentrale in gebruik genomen. De EBS richt zich in haar strategie 2030 op het verder invulling geven aan een duurzame energievoorziening voor Suriname. De zonne-energiecentrale bestaat uit 6080 stuks zonnepanelen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2,3 megawatt piek. En een backupcapaciteit van 1000 kilowattuur legt Marshall Eindhoven, technisch directeur van de EBS, uit. Met de 21 megawatt opwekcentrale te Klarapolder bestaat het totale geïnstalleerd vermogen in die kering met de ingebruikname van de zonne-energiecentrale nu voor 10% uit zonne-energie. Maar na vandaag zal het dus ook een deel gebeuren op basis van renewable energy. We gaan de 2 megawatt solar plant in gebruik nemen, zo straks. En dan is Nikeri dus ook, kan je zeggen, gedeeltelijk voorzien op basis van de renewable energy. Dit project is tot stand gekomen door een lening van de Surinaamse overheid. Tussen de Surinaamse overheid en de Caribbean Development Bank. En de EBS is daarvan als uitvoerder aangewezen. En het is niet een op zichzelf staand project, maar is een onderdeel van een veel groter project dat dus uitgevoerd gaat worden en loopt eigenlijk al. We gaan in Paramaribo een aantal substations bijbouwen. We gaan nieuwe lijnen bouwen. En we gaan ook in Nikeri, hebben we nu de solar gebouwd. En ook in Nikeri komt er straks een nieuwe substation en ook een nieuwe transmissielijn. President Chandrika Persat Santokhi bracht de zonne-energiecentrale in lijn met de aanstaande ontwikkelingen op het gebied van olie en gas. Het staatshoofd erkent dat fossiele energie uitgefaseerd moet worden, maar onderstreept tegelijkertijd dat Suriname ook haar olie- en gassector zal moeten ontwikkelen. En dat is wat we doen als land, omdat wij behoren tot de top 3 landen in de wereld die gekwalificeerd zijn als carbon negatief. Suriname, ja, is een van de 3 landen samen met Panama en Bhutan. En wij geven het voorbeeld in de wereld dat we doorgaan met die fossiele energie op een verantwoorde wijze, maar tegelijkertijd die transitie maken naar die green energy. En zodoende dragen bij dat de uitstoot verminderd wordt, zodat we onze status kunnen behouden als carbon negatief. Maar tegelijkertijd onderhouden wij een bos. Onderhouden we een bos in Suriname. Dicht bebost. En lage ontbossing. Om zuurstof aan de wereld te verschaffen. De 2 megawatt plant kan 400 tot 500 huishoudens van duurzame energie voorzien. Het project is tot stand gekomen middels een leningsovereenkomst van 98 miljoen US dollar van de Surinaamse overheid bij de Caribbean Development Bank.